Een van de bekendste Art Nouveau-ontwerpers is de Belg Henri van der Velde. Aan het begin van de 20e eeuw bouwt hij een villa in Den Haag. Henri van der Velde leefde van 1863 tot 1957. Hij was oorspronkelijk schilder, maar bleef ontevreden over zijn eigen impressionistische palet en stapte over naar de kunstnijverheid en de architectuur. Hij behoort tot de generatie kunstenaars die de overgang van de 19e naar de 20e eeuw hebben vormgegeven. Van handwerk naar machinale productie. Van unica naar serieontwerp. Van villa's voor welgestelden naar openbare gebouwen. Sieraden, aardewerk, meubelen, treininterieurs en zelfs het logo van de spoorwegen ontwierp hij. Van der Velde hield in juli 1892 een voordracht over het boerenleven in de schilderkunst in Den Haag. Daar ontmoet hij Jan Toorop, Richard Roland Holst en vooral Jan Thorn Prikker. Prikker en hij hoorden allebei tot de Belgische kunstenaarsgroep Levin en exposeerden werk bij de opening van de Salon de l'Art Nouveau te Parijs. Een vruchtbaar contact is gelegd. In 1898 opent de winkel Arts and Crafts in Den Haag. Ambacht en kunstnijverheid staan in de belangstelling bij de opkomst van de meubelindustrie, ook in Den Haag. En de weelderige 19e-eeuwse wooncultuur is aan een vormvernieuwing toe. De winkel aan de Kneuterdijk is een initiatief van zakelijk leider John Uiterwijk, de Apeldoornse aannemer en architect Chris Wegerif en diens vrouw Agathe. Jan Thorn Prikker ontwerpt een zwierige gevel. Thorn Prikker gebruikt met Agathe Wegerif de batiktechniek om stoffen motieven mee te geven. De winkel krijgt twee afdelingen. Een florale, zwierige stijl met stoffen en meubelen van Thorn Prikker en Henri van der Velde. En een meer geometrische afdeling, die voornamelijk door Wegerif wordt ingevuld. En Wegerif richt in Apeldoorn ook een meubelatelier op. Tegelijkertijd opent van der Velde in Elsene, Brussel, een werkplaats voor meubelen en kunstnijverheid. In Den Haag is daar publiek voor rond de eeuwwisseling. Het is in dit Haagse milieu dat Thorn Prikker en Wegerif zwierige meubels en batikkunst combineren. Een milieu waarin Van der Velde een woonhuis zou realiseren dat misschien het beste van zijn oeuvre is. De Zeemeeuw aan de Wagenaarweg 30 te Scheveningen is een voor Nederland zeldzaam voorbeeld van een huis waarin de plattegrond, het exterieur en interieur één geheel vormen, volgens de idealen van de nieuwe kunst. Kortom, een waar Gesamtkunstwerk. Van der Velde ontwierp de villa in 1901 voor de huisarts W.J.H. Leuring. Hij staat tegenover Madurodam aan het kanaal. Het huis is gebouwd op een zeer smalle strook grond tussen het kanaal en de Wagenaarweg. Het is een fraai voorbeeld van een comfortabele villa in de stad. Er is een enorm hoogteverschil tussen de straat en het kanaal. Het huis is daarom in de breedte gebouwd en kijkt uit over het kanaal. Van der Velde waardeert de Engelse Arts and Crafts beweging omdat daarin ontwerp en uitvoering onlosmakelijk verbonden is met een streven naar schoonheid. Victoriaanse fabrieksmeubelen vervangt men door mooi handgemaakt werk. Maar Van der Velde zag er een uitdaging in om die eenheid van productiewijze en schoonheid vorm te geven in fabrieksmatige productie. De industrie kon leren van de schoonheid van het ambacht. In zijn visie moest schoonheid in het dagelijks leven leiden tot een betere samenleving. In 1898
begint Van de Velde een fabriek in meubelen en kunstnijverheid. Deze gaat helaas failliet. Maar Van de Velde blijft ambitieus en talentvol. Hij ontwerpt typografie, kleding, meubelen, behang en maakt ontwerpen voor woningen. In 1895 ontwierp Van de Velde zijn woning Bloemenwerf in Ukkel, bij Brussel, als proeven van zijn kunnen. In zijn streven naar een harmonische samenhang en een alles doordringende schoonheid hield Van de Velde zich ook bezig met de inrichting van het woonhuis. Een huis diende ook de eigen persoonlijkheid tot uitdrukking te brengen. Door de lijnvoering en door de gekozen kleuren kon de ontworpen omgeving volgens Van de Velde bepaalde stemmingen oproepen. Zo oefende de woning een positief effect uit op hen die in die ruimte verbleven. De kleuren voor de buitengevels worden gekozen in harmonie met de natuurlijke omgeving. Uiteindelijk ontstaat een organische samenhang tussen de natuur, het ontwerp en de mens. Het huiselijk gezinsleven had een opvoedende waarde en Van de Velde wenste zijn kinderen dan ook te behoeden voor lelijke dingen. Die verbondenheid van kunst en leven kwam zelfs tot uiting in de kleding die Van de Velde ontwierp voor zijn vrouw. De kleuren, materialen en versieringen van haar japonnen waren in harmonie met de gelegenheid waarvoor en de ruimte waarin ze werden gedragen. Zijn huis in Ukkel blijkt een vingeroefening voor Huis Leuring in Den Haag. Terug naar Scheveningen en dat huis voor Leuring genaamd de Zeemeeuw. Jan Thorn Prikker suggereert Leuring om Van de Velde als architect te kiezen. Zelf zou hij meubels en een wand sgraffito-werk leveren voor het huis. In de as van de symmetrisch ogende voorgevel springt het midden iets meer naar voren en de zijkanten wijken schuin terug. In de kapvorm wordt dit verloop herhaald. De andere gevels zijn allemaal asymmetrisch. Aan de keukenkant werd een schouw uitgebouwd en kwam de zijingang. Aan de andere zijgevel ligt de studeerkamer. De achterkant, die bestaat uit één grote woonruimte, krijgt een erker met uitzicht op de duinen en een terras dat met zijn deuren de woning binnendringt. Zowel de asymmetrische gevels als de opmerkelijke schoorstenen van verschillende hoogte worden bedekt met Belgisch zandsteen. De gevels van de villa weerspiegelen de opzet van de plattegrond, waarin vrijwel geen vertrek met rechte hoeken is te vinden. Als in een Engels landhuis is de hal de belangrijkste ruimte. Daglicht komt van boven. Je komt binnen tegenover de trap en het schitterende sgraffito-werk van Thorn Prikker. Op de verdieping is een omloop naar de slaapvertrekken. Een legraam onttrekt de kapverdieping met dienstbodenkamers aan het oog. Traphekken, deuren, deurknoppen, scharnieren en sleutelrozetten. Alles is ontworpen door de architect en alles hangt in vorm en materiaal samen. De grote woonruimte aan de achterzijde buigt als het ware om de ontvangsthal heen. Het ruimtelijke effect als gevolg van het geknikte verloop van de gevel is nog versterkt door de verschillende zichtassen richting de duinen, de tuin en het kanaal dat erachter loopt. Zowel de aandacht voor de ruimte als de asymmetrische gevels en het gebruik van natuursteen zijn typerend voor de Art Nouveau. Het huis is opgeleverd met witte muren. Voor het houtwerk, zoals kozijnen en trappen, is Amerikaans grenen gebruikt, dat een warmbruine tint kreeg door een behandeling met lijnolie. De trappen, deuren, vensters en dergelijke werden gesierd door strakke vormen en lijnen, waarin de natuur als inspiratiebron nog nauwelijks te herkennen is. Tegen de muur boven de trap liet Leuring een sgraffito aanbrengen naar het ontwerp van Thorn Prikker,
met een verfijnd filosofisch-religieuze voorstelling. Ten slotte een rondgang om het huis in de smalle terrassen van de steile tuin. Huis Leuring, de Zeemeeuw, is ruimtelijk het knapste huis dat Van de Velde ontwierp. Vermoedelijk was hij nimmer zelf op de bouwplaats, omdat hij op dat moment in Weimar woonde. Art Nouveau is een brug tussen het ambacht van de 19e eeuw en onze moderne tijd, waarin kunstnijverheid de sprong maakte van atelier naar industrie. Van de Velde's talent om ontroerend mooie gebogen lijnen te combineren met een vanzelfsprekend gebruik van materiaal maakt hem tot een vroeg voorbeeld van ergonomisch biodesign. De Zeemeeuw leert ons bovendien wat een ontwerper op een onmogelijk steil landstuk aan onverwachte woonkwaliteit kan maken. Voor altijd actueel.